Dames en heren, welkom bij de 7e Tulprally. Aan tafel alweer Kees Verloon hebben we, Uneke van de stichting DON. We graag zo direct van jou weten wat dat precies is. We gaan zo direct ook praten met twee heren, Henk Cornelissen, Edwin Wiegerink. De stichting DON, wat is dat? Wij zijn een goed doel, volledig gericht op de genezing van type 1 diabetes. Leg eens uit. Type 1 diabetes is een chronische ziekte, een hele vervelende ziekte waar soms vanaf heel kleine kinderen af aan al mee te dealen hebben. Elke dag 24 uur per dag mee bezig zijn. En het is echt te gek dat dat nog steeds niet genezen kan worden. Er wordt heel veel onderzoek gedaan, wetenschappelijk onderzoek, maar dat gaat niet hard genoeg. Dus onze oprichter Maarten de Guit heeft 15 jaar geleden gedacht, daar moet meer geld naartoe, dat ga ik ophalen en dat doen wij. En wij financieren een hele hoop onderzoeksgroepen. Met name in Nederland, maar ook internationaal. Die zorgen dat we over hopelijk een jaar of 10 diabetes type 1 kunnen gaan genezen. Zou mooi zijn. Kees, hoe komen jullie dan aan elkaar? Hoe werkt dat? Nou, kijk, Tulprally heeft al sinds jaar en dag een goed doel aan de rally verbonden. Soms 1 jaar, soms 2 jaar. We wisselen dat af. Die ideeën komen uit verschillende hoek. Soms is er een sponsor die zegt van joh, kijk eens naar dat doel. Vorige keer hadden we een heel mooi doel ver weg bij ons vandaan. We hebben nu een doel gezocht wat gevoelsmatig dicht bij huis zou zijn. En je steunt een onderzoek naar ziekte. Er zijn heel veel ziektes. Dit is wel ziekte die ook al jonge mensen, kinderen treft. En dat, nou, dat sprak ons dit keer aan. Ja, wat zijn de criteria voor een goed doel om mee samen te werken voor de Tulprally? Nou, dit zijn ook hele praktische criteria. We hebben dit keer met twee organisaties gesproken. Twee hartstikke leuke organisaties. En in dit geval gekozen voor de organisatie waarvan we het gevoel hadden het snelste kunnen schakelen. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Wij draaien voor de Tulprally. Voor ons, wij zijn geen goede doelenrally. Toch wel een beetje. Maar we doen het er graag bij. Maar dan moet het wel een hele fijne samenwerking zijn. En dan kunnen we ook het hoogste bedrag ophalen. Ja, rij je mee? Helaas niet. Nee, helaas niet. Nou ja, ik ben uitgenodigd om wat te vertellen over DON. Niet om te rijden, misschien volgend jaar. Maar weet je, het leuke is, wij passen denk ik ook heel goed. Want wij zijn ook heel ondernemend. Wij gaan voor snel, wij gaan voor direct resultaat. Dus we gaan zelf ook rechtstreeks naar die onderzoeksgroepen toe. Ik heb zelf 2 kinderen met type 1 diabetes. Dus ook voor mij is het heel dichtbij. En ik vind het echt fantastisch dat jullie ons willen steunen hierin. Je zit heel dicht bij het onderzoek. Dat is de laatste vraag. Hoe lang gaat het duren, denk je, dat we er vanaf zijn? Ja, ik hoor de hele tijd, 50 jaar geleden zeiden we ook, over 10 jaar is het genezen. Het is echt te gek dat het al 100 jaar alleen maar behandeld kan worden door het inspuiten van insuline en het meten van je bloedsuiker. En nog steeds eigenlijk allemaal op dezelfde manier. Alle techniek wordt beter, maar de behandeling is nog steeds precies hetzelfde. Dus daar moet echt heel wat aan gebeuren. Wij geven heel veel geld. Wij doneren elk jaar 1, 2, 3 miljoen aan goede doelen of aan onderzoek. En ik hoop dat we dan over 10 jaar zover zijn dat we in ieder geval de eerste patiënten kunnen laten zien die kunnen genezen. Precies, en dit soort initiatieven, dit soort samenwerkingen, die zijn dus ontzettend belangrijk om het onderzoek te kunnen financieren. Ja, absoluut. Ja, daar zijn we volledig van afhankelijk. En daar doen we het voor. Oké, dankjewel. Dankjewel. Inmiddels aangeschoven Edwin Wiegerink en Henk Cornelissen, 2 deelnemers. Ja. Transporteur. Ja, klopt. Uiteraard. Ja. Hoeveel heb je te rijden? 500 vrachtwagens. Van welk merk? Mercedes, DAF, Iveco. Okay. En Scania ook. Ja. En van die 4 merken hebben we natuurlijk maar 1 merk dat ook personenauto's bouwt. Klopt. Daar rij je in waarschijnlijk? Daar rij ik in, ja. Zie eens. Kijk, nou, mooi. Dat zijn we. Ja. Wat voor Mercedes? Ik rij een C250 van de 71. Oké. Okay. Ja. Een beetje verdienstelijk? Ja, het rijdt goed. Ik verwacht een beetje ruimte van een auto. Ja. En, vroeger heeft mijn grootvader ooit mee gereden en ik heb daar een beetje een band met die auto. Maar heeft je grootvader met die auto gereden? Nee, helaas niet. Oké. Okay. Helaas niet. Maar met zo'n 1? Met zo'n 1, ja. Is dat fijn om een comfortabele auto te hebben? Er verschillen de meningen over. De een wil sportiviteit en de andere dynamiek of efficiëntie. Maar jij gaat voor comfort? Ja, een beetje ruimte vind ik wel prettig, ja. Moet ik zeggen. Ja. Ik ben vrij groot, dus een beetje ruimte in een auto vind ik wel prettig. Precies. Edwin, waar rij jij mee? Met een Volvo PV544 in de volksmond en kattenrug. Kun je ook wat spullen in kwijt? Ja, we hebben dus ook geen hulp nodig want bij onze bagage. Ja. En een voldoende grote tank achterin, dus we hoeven ook niet te stoppen, ook niet bij de avondetappen. Kijk, wat doe jij? Wat ik doe? Ik ben mede-eigenaar van trajectadviseurs en managers. Ik ben zelf ingenieur en wij doen dat met 30 mensen.
in Den Haag en in Zevenaar. En we adviseren over gezondheid van mensen in gebouwen. Oftewel, het gaat om dat we gezonde gebouwen maken. En we zijn volop bezig met de persproefdoelen die we hebben. CO2-neutraliteit. En nou ja, daar hebben we heel veel kennis van. Dat is heel erg hot, denk ik, op dit moment. Dat is heel hot. En dan zeggen heel veel van ja, waarom rij je dan een Tulpenrally? Nou, we rijden een auto die 60 jaar is. Hoe duurzaam is dat? Zo is dat. Dat roep ik ook altijd. Ja? Als je er maar lang genoeg mee doet, dat is een lastige hoef je niet te vervangen. Dit, ja. Mooi. Kees, we spraken zojuist natuurlijk over het goede doel. Aan het goede doel hangt een auto. Ja, zeker. Wie zit er in die auto? Dat werd net denk ik nog even vergeten, maar laten we dat wel benoemen. Gijs van Lennep, onze inmiddels, ik mag dat zeggen, denk ik, 80-jarige en Formule 1-coureur. Ja. Voorheen, wie kent hem niet? Rijdt de afgelopen jaren in de bekende Nederlander auto. En die auto rijdt puur voor Don. Juist. Welke klasse rijdt hij? In de sportklasse dit keer. Niet onverdienstelijk. Vorige keer stond hij bijna op het podium. En op de laatste dag hebben ze het verpest. En ja, ik weet zeker dat Gijs in de goede doelenauto gaat proberen op zijn 80ste dat podium te bereiken. Toch wel, hè? Ja. Henk, jij twijfelde volgens mij de laatste keer. Moet ik hier wel mee verder gaan met dit spelletje? Nee, dat is een misverstand geweest. Oh. Mijn navigator die twijfelde. En sindsdien heb ik ook een nieuwe navigator. Vandaar dat we ook vandaag hier aanwezig zijn om even te testen of het allemaal goed gaat. Ja. We waren vrij laat binnen trouwens. Maar de eerste dag van mijn nieuwe navigator. Want jullie hebben vandaag gereden, hè? Kees, wat was er? Het is hier beneden allemaal gaande. Het is allemaal een beetje rumoerig, maar dat geeft helemaal niet. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Ja, we hebben vandaag een groepje deelnemers uitgenodigd. Mensen die we goed kennen. Om onze nieuwe verder gedigitaliseerde rekenkamer te testen. Op zich gaan de deelnemers tijdens de Tulprally daar niet zoveel van merken. Behalve dan dat ze ook een stukje van ons werk gaan doen. Zij gaan zelf routecontrolekaarten intypen in de software. Ja. Als beloning krijgen ze daarvoor terug dat ze direct zien hoeveel fouten ze gemaakt hebben. Initiële fouten, neutralisaties daar gelaten. En daarmee kunnen we ook weer sneller in de avond naar een einduitslag. Jullie hebben er al mee gereden vandaag, hè? Ja. Tochtje. Hoe ging het? Ja, de rally aan zich perfect. Gisteren de auto opgehaald, die is 6 maanden weg geweest. En denk je, gaat het wel vandaag? Maar het is net als zwemmen. Je springt in het zwembad en je gaat weer. Juist. En dan hebben we die app bij de hand. Dan zit je, als je het hebt ingevuld, van ja, hoeveel fout hebben we dan? Vandaag euforie, 0 fout. Maar er zullen vast wel dagen komen. Zeker met mijn navigator die een avondmens is. Dus de ochtendetappes zijn al vaak wat minder strak. Dat je dan teleurstellend de fouten in één keer in beeld krijgt. Maar het is supersnel. En ik denk dat het een goede toevoeging is voor de rekenkamer om snel en accuraat de beoordeling te doen. Ik hoor daar winst aankomen voor de naderende Tulpenrally. Kees, proloog over een paar dagen. Ja. Daar wordt gereden. Ja, en daar gaan we wederom de rekenkamer testen. Ja. Ja, en dat is dan wel echt de finale test. En dan staan we op 8 mei in Frankfurt aan de start van de 68ste Tulpenrally. Juist. Merkte jij er wat van, Henk, van die app? Of... Nee, ik heb hem nog niet gebruikt, moet ik eerlijk zeggen. We waren laat binnen, dus ik heb nog niet naar gekeken. Maar die app is ook niet aanwezig gedurende de dag, hè? Want bij de Tulpenrally is het verboden om je telefoon aan te hebben in de auto. Dat blijft ook zo. Je kunt je telefoon pas pakken als je gefinished bent van de etappe. Juist. Dan typ je je kaart over, voer je de kaart in. Dan weet je wat het resultaat is. De rekenkamer weet wat jij gereden hebt. En daarna wordt uitsluitend wat je in hebt gevoerd met de kaart gecontroleerd. Goed. Duidelijk allemaal. Klein beetje digitalisering. De charme blijft. Uiteraard. We houden bordjes. We houden marshals. Eigenlijk verandert er wat dat betreft helemaal niks. Mooi. En dan de belangrijke data. De proloog over een paar dagen. We starten. In Frankfurt op 8 mei. We rijden met onze deelnemers nog een oefenrit op zondag. Gaan we nog leuke dingen doen. En dan hebben we op zondag 8 mei het openingsdiner. Daar zullen we ook Stichting Don weer terugzien. De heren wens ik nog veel succes met het voorbereiden. Want, is het nodig? Is het nodig? Nog wat extra voorbereiden? Ja, we moeten nog wat oefeningen doen. Ja? De navigator vooral. Precies. Altijd een beetje aan de kant schuiven. Ja, druk. Ja. Dat is het beste. Er staan hier 3 rijders op een rij. Die kunnen hoger de auto stuk rijden. Kun je een kleine voorspelling doen wat het wordt dit jaar? Voor ons als equipe? Ja? Nou, we hebben mikken op een top 20 klassering in de expert. En dan moet je echt wel doorrijden. Als we dat halen, dan gaat de vlag uit. Ja, precies. En voor jou?
Als ik maar niet bij de laatste 10 ben. Dat is het beste. Goed. Het is voor mij de tweede keer, dus ja. Prima. En jij gaat voor een succesvolle Tulperelli. In Duitsland onder andere. In Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland. Helemaal goed. Heren, bedankt.